Het zonnepanelenpark dat gisteren in gebruik is genomen te Allianz in het district Kommerwijnen zal ongeveer 70 huishoudens voorzien van constante elektriciteit. Dit zei districtscommissaris van Kommerwijnen, Mohamed Safiq Rajab, gisteren bij de opening van het project. De burgervader vindt het belangrijk om steeds meer hernieuwbare energie te introduceren in het district. Duurzame energie, groene energie of hernieuwbare energie is de energie waarover de mensheid van onbepaalde tijd kan beschikken en waarbij door het gebruik ervan milieu, leefmilieu en de mogelijkheden voor de toekomstige generaties niet worden benadeeld. Het vermindert vooral de uitstoot als gevolg van fossiele brandstoffen die schadelijke stoffen zijn en die ook een van de oorzaken zijn van de globale opwarming. Technisch directeur van de EWS, Marcel Eindhoven, verklaart dat met zonnepanelen de uitstoot van giftige gassen die de lucht ingelaten worden, beperkt. Hij verduidelijkt dat met zonnepanelen ook minder brandstof wordt gebruikt voor de energieopwekking. Maar het is een goed ding. We gaan verder, stap voor stap. En zo gaan we dan proberen die energievoorziening van Suriname te versterken en te verbeteren. Dit project is ook belangrijk, denk ik, omdat het Allianz weer een boost geeft. Dat men belief krijgt, you know, in de omgeving dat something can happen. Dat er meer mogelijk is. En wij willen op die manier als EWS daartoe onze bijdrage leveren. We willen dank zeggen aan natuurlijk de gemeenschap die heeft bijgestaan, Allianz, in de Kroban, alle gesprekken, tak takkie, dan dit, dan dat. Maar ja, uiteindelijk hebben we alle problemen kunnen oplossen en het project succesvol kunnen afronden. Het zonnepanelenstelsel heeft een vermogen van 200 kWh. Het project is deels gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en uitgevoerd door het Chinese bedrijf Sinosar.